Het ministerie van Binnenlandse Zaken meldt in een persbericht dat de ordening van straatnaamborden en huisnummering vlot verloopt. Deze ordening heeft te maken met de verkiezingen in 2020. De werkgroep straatnaamborden en huizennummering is sinds vorig jaar september gestart met de werkzaamheden. De ordening is noodzakelijk omdat het ministerie elke kiezer wil bereiken. De districten Koroni, Saramakka en Kommewijnen zijn reeds voorzien van straatnaamborden en huizennummering. Het streven is om tegen december Paramaribo en Wanica ook te voorzien, waarna de overige districten volgen.